verschillen tussen mannen en vrouwen. Daar gaan we het ook over hebben met Rianne van Dorst. Welkom. Hoi. Hoi. Leuk dat ik hier mag langskomen. Ja, ben je blij? Ja. Dat is belangrijk. Het helpt je de dag door. Het helpt je de dag door. Ja. Heel goed. Nou, wij vinden het gezellig dat je er bent. Lekker muziekje erbij ook. Ja, ja. Mooi. Regelt hier allemaal. Ja. Nou kennen we je natuurlijk wel voornamelijk als alter ego. Alter ego L, hè, Bandita. Ja, ja, ja. Nou, dat is natuurlijk nu voorbij. We hebben je inmiddels ook wat anders leren kennen door je deelname in Expeditie Robinson. Ja, ja, ja. En als we dan even terugkomen over verschillen tussen man en vrouw. Jij gaat nu het programma op BNN Geslacht presenteren. Ja, wat ga je ons laten zien? Dat heb ik al gepresenteerd. Dat begint vanavond om 10 uur op BNN op 3. En wat was de vraag? Want wat ga je laten zien in het programma? Ja, nou, om 10 uur vanavond op BNN op 3 ga ik op zoek naar waarom wij nou zo erg in die twee hokjes denken. Want natuurlijk, ik ga niet zeggen dat er... er zijn natuurlijk gewoon wezenlijke verschillen tussen mannen en vrouwen. Ja. Maar er zijn ook bepaalde... op het moment voordat je geboren wordt, dan wordt er al een heel pad voor je uitgestippeld. Hè? Weet je wel, het begint al bij de kleur van de babykamer, het soort speelgoed en zo, weet je wel. Dus er zit ook een soort conditionering in. Ik ga kijken waarom dat is, waarom we nou zo erg die tweedeling willen maken. Want uiteindelijk zijn we allemaal gewoon mensen. Ja. Maar dat klinkt natuurlijk heel kazig, hè? Dat kan je niet zo maar nu, als ik het nu hoor, dan denk ik... Klinkt droog. Geef eens even een paar voorbeelden van wat jij gaat uitzoeken. Wat gaan we precies zien in dat programma? Nou ja, goed, bijvoorbeeld, ik ben er helemaal niet zo mee bezig. Niemand is echt met zijn geslacht bezig, toch? Of wel? Zijn jullie dan nee, bezig? Ja, ik ben een vrouw en dat zie je elke dag. Ja. Maar dat is dan ongeveer... Ja, want dat is iets wat je ziet dan of zo. Ja, nou ja, goed. En ik ben er ook niet mee bezig. Maar ik krijg wel veel van mensen te horen. Hey, er is iets met jou. Je ziet er een beetje mannelijk uit of je gedraagt je een beetje te lomp voor een vrouw of zo, weet je wel. Vind je dat erg als mensen dat zeggen? Nee, dat vind ik niet erg, maar ik word er continu aan herinnerd. Dus het wordt voor mij een soort onderwerp gemaakt. En daarom dacht ik, toen BNN vroeg waar we een programma over maken, zei ik van hierover, waarom is dat? Precies. En is er nog iets anders mogelijk dan, tussen mannen en vrouwen? Oké, maar toch wil ik dan voorbeelden horen, want wat gaan we dan zien? Wel, hoe ga je die verschillen laten zien? Wat ga je uitzoeken? Verschillen, misschien overeenkomsten. Nee, ik heb heel veel prachtige mensen gesproken. Ik bedoel, vanavond beginnen we wel een beetje met het definiëren van wat is dan een echte man en wat is een echte vrouw. Hè? Mm-hmm. En daarvoor spreek ik respectievelijk Maxime Hartman en Patricia Pai. Nou, dan zeg je alweer twee. Dus dat wordt heel leuk. Ja, heel tof. Allebei heel gaaf op de eigen manier natuurlijk. En vanaf daar ga ik elke aflevering een stukje verder kijken naar. Mensen die daar misschien biologisch van afwijken. Mensen die daar geestelijk van afwijken. Wat is nou het verschil tussen het geslacht van je lichaam? Hè? Want de meeste mensen worden gewoon geboren als man of vrouw. Ja, ja. En het genderdeel, waar we nu heel veel over praten. Ook publiekelijk, weet je wel. Veel programma's op televisie, dat is hartstikke goed. Wat goed is, ik wil net zeggen. Ja. Dus, Je gaat eigenlijk op onderzoek uit, hè? Maar ik vind het wel leuk dat je ook dan bij je ex-schoonmoeder bent geweest. Hè? Want je bent natuurlijk een tijdje met Christina geweest. Sappeltje! En we gaan meteen even kijken naar een stukje van jouw sappige verhaaltje. Vind je niet? De reden dat ik Patrice bezoek is het feit dat ze toch wel wordt gezien als het toonbeeld van vrouwelijkheid. Ruikt hier naar parfum. Kan zij mij misschien vertellen wat een echte vrouw een vrouw maakt? Hé, hey, Patrice! Ik zie dat je je lekker opgetuurd hebt voor vandaag. Echt? Ik heb niks aan mezelf gedaan eigenlijk. Nee, dat bedoel ik. Mensen vinden jou heel innemend. En heel leuk. En niemand heeft het over jouw uiterlijk of wat dan ook. Nee, niet meer nu misschien. Nee, over niet leuk. Maar voor, want ik heb natuurlijk meegedaan aan Expeditie Robinson. Nee. Maar daarvoor ging het alleen maar over mijn okselhaar. Wat ik wel vind, dat als jij een televisieprogramma opneemt, dat je een beetje make-up op je gezicht moet doen. Gewoon prettiger om naar te kijken. Nou, lekker recht voor z'n raap, hè. Dat make-upje moet erbij. En jij hebt het over okselhaar laten staan. Dan zeggen mensen wel eens, dat is nou weer typisch mannelijk misschien, om okselhaar te laten. Is het een statement voor jou of is het iets... Nee, ik ben gewoon lui. Dat is maakt mij dat nou uit? Ja, daar heb ik het met Patrice ook over gehad, weet je wel. Waarom is het raar als iets er groeit en dat het de norm is dat je het weghaalt? Ja. Dat is toch gek? Daar zit wat in wat je zegt, absoluut. Ja, en toch word je erop aangesproken. En ook het is een banaal iets, hè, ook. Ja, maar goed, toch. Maar ook op make-up bijvoorbeeld word je ook op aangesproken.
Ja. Wat vind je daar dan van? Nou ja, goed, ik ga niet thuis voor de spiegel staan om dat te doen. Kijk, jullie hebben hier zo'n wijfje rondlopen die dat dan allemaal doet. Precies. Dus dan denk ik, ja, nou ja, goed. Als je dan toch bezig bent, hè, kom maar op. Ja. Maar nee, ja, ik vind het... nee, ja, kost geld, tijd, moeite. Ja. Ik vind het mooi hoe je in het leven staat. Kan niet anders zeggen. Ik vind dat je heel authentiek bent. En ik hou daar enorm van. Als ik dit zo zie, dan denk ik, ja, dit is puurheid. Dit is een mens wat gewoon voor ons zit. Nu hoor ik Patricia net zeggen... Nee, dat meen ik echt. Ik vind het heel leuk. Want vooral in de televisiewereld... Ik vind het echt een hele goede uitspraak. Ja, dit nou, dank je. Dit is puurheid. Dit is gewoon een mens. Ja, nee, maar luister. De televisiewereld is natuurlijk heel erg wat men vaak verwacht te zien. Hè? Daarom hebben we visagistes en doe je een leuk make-upje op. En ik bedoel, als wij thuis op straat lopen en dingen doen... hebben we ook allemaal geen make-up op en dingen. Dus nee. Wat dat betreft dat jij gewoon zo authentiek blijft en denkt... Hey, maar zijn jullie goed, dat dan, wat mensen verwachten te zien? Wat mensen nee, maar zien? We hebben wel. Zie je zelf als een rolmodel? Dat we voor onszelf kunnen spreken dat als je op televisie bent... dat je het dan prettig vindt om een make-upje op te hebben. Jawel, ja. Maar het gaat toch niet alleen om make-up? Het nee. Gaat toch ook om gedrag? En, weet je, zeker. Bedoel, hè? Het zijn ja. Niet alleen uiterlijkheden. Nee, helemaal niet. Maar goed, dit was natuurlijk even het item waar we het nu even over hadden. Ja, ja. Patricia zegt dat wel ook tegen jou. Die zegt ook van, hè, doe even make-upje op... want dan is het wat leuker om naar te kijken. Terwijl ik juist denk, ja, ik vind dit ben jij. Maar als we het hebben over vrouwelijke vrouwen... wat Patricia dan toch is... Ja. Val jij zelf op vrouwelijke vrouwen? Want Christina is wel een vrouwelijke vrouw. Ja, maar daar kan je mee lachen. En dat vind ik veel belangrijker ook. En die is gewoon ook een beetje gek. Ik vind mensen aantrekkelijk die... intrigerend zijn. Nou ja, gewoon die wat, die wat anders hebben of zo. Ja. Weet je wel? Ja. Dus. Ja. Nou zei jij net, ik wil dat hokjesdenken doorbreken. Hè? Ik wil niet dat man en vrouw dat duale denken. Ik wil meer gewoon al die, nou, die 50 tinten grijs zeg maar, die er nog tussen zitten. Ja. Daar eens een keertje naar kijken. Hè? Ja. Want ik denk dat wij onszelf gewoon tekort doen. Dat wij onszelf eigenlijk beperken... door dat soort grote rolpatronen neer te zetten. Ja. Kan iemand een half leven kosten om daar weer uit te moeten breken, weet je wel? Ga je bijvoorbeeld ook naar de gemeente Utrecht? Want daar hebben ze dus genderneutrale toiletten, hè? Oh ja, ja. Is dat nou iets waarvan je zegt, dat zou ook goed zijn voor een ander soort toekomst? Wil je dat het ook echt daadwerkelijk dingen veranderen, zeg maar? Nou ja, als je dingen wil doorbreken, weet je wel. Ik ga hier niet een heel feministisch verhaal zitten houden of nee, zo. Dat zou niet bij je passen. Er wordt van mannen net zoveel verwacht als van vrouwen. Alleen op een heel andere manier. Maar ik denk, als je wel echt een statement wil maken... dan is dat al een begin, weet je wel. Ja. Want ja, op zo'n toilet, ja, mensen zijn misschien gehecht aan de privacy... maar dat kan natuurlijk alsnog, want je gaat niet... er zit altijd nog een deurtje. Ja. Maar wat is dan het statement wat jij dan zegt? Hoe bedoel je? Nou, je zegt het is een statement maken, een genderneutraal toilet. Ja, daar was ik mee bezig, vertel. Dan ben ik het helemaal kwijt. Nou, dankzij mij, sorry. Kom, dan. Kom, gaan we het ergens anders over hebben. Nee, vertel eventjes. Ja, dat je muren moet doorbreken. Mm-hmm. Toch? En met een genderneutraal toilet is dat precies wat je doet dan, toch? En dat je van allebei de kanten gewoon respect voor elkaar toont, als het ware. Maar ik denk dat veel vrouwen het misschien soms eng vinden als er een man op de wc is of zo. Ik ga heel vaak naar de mannentoilet, omdat de vrouwentoilet altijd zo druk is. Dus het zijn altijd rijen. Dat is gewoon praktisch. Dat ook, dat loopt sneller door. Je loopt veel sneller door, mannen doen er niet zo lang over. Goed, zolang vrouwen geseksualiseerd worden, is het natuurlijk altijd spannend om een man in de wc te hebben. Laten we wel wezen. Nee. Tot slot, ben ik wel heel benieuwd. Waarom vind je dat grappig? Ik vind het grappig, omdat je namelijk zegt dat het spannend is om een man in het toilet te hebben. Ik vind het helemaal niet spannend, het maakt mij helemaal niet uit. Nee, maar dit is een soort onveilig gevoel wat vrouwen krijgen. Dat is wat ik dan hoor. Zo van, ja, ik zou niet graag een man in de vrouwen-wc willen hebben. Nou ja, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Dat het niet op elk moment van de dag misschien even prettig is. Maar tot slot wat ik wilde vragen. Je hebt dit nu allemaal opgenomen, zei je al, dit programma. Ben jij zelf tot bepaalde extra inzichten gekomen? Nou ja, goed, ik heb er heel veel over geleerd natuurlijk, weet je wel. Want het wordt, dus wat ik zeg, het wordt mij mijn hele leven al een soort opgedrongen. Ja, ja. Dus, en ik weet ook niet zo goed waar we het nou over hebben, weet je wel. Ik heb heel veel geleerd, ook over mezelf, ja. En ik ben eigenlijk een beetje tot de conclusie gekomen... dat het er helemaal niet toe doet. Maar dat wist ik al lang. Maar dat kunnen we allemaal gaan zien ook. Hele gendergezeik, joh. Ja, je hebt daar genoeg gezien in ieder geval. Ja, joh, man. Maar toch ben ik heel benieuwd naar het programma. Zeker, juist. Absoluut. Dankjewel. We gaan kijken vanavond. Met z'n allen. Ja.